Deze keer loopt Hanneke een dagje mee met wethouder Jan Verhoeven uit Oorschot, die naast zijn ambt nog een bijzonder bedrijf runt. Vandaag heb ik een afspraak met Jan Verhoeven. Hij is wethouder hier in de mooie gemeente Oorschot, maar hij woont hier niet. Ik wil eens weten, wat doet zo'n wethouder nou, wat zijn zijn taken en wat doet hij in zijn vrije tijd? Heeft hij wel vrije tijd? Goedemiddag. Ik heb een afspraak met meneer Verhoeven. Ik zal even bellen, één momentje. Graag, dank u. Ah, hier komt hij al. Ah, goedemiddag. Hoi, leuk dat je bent. Dank je wel. Ja hoor, ik ben hier al vaker geweest. Welkom dus, in ons mooie Oorschot. Dank je wel. Zullen we even naar de kamer gaan? Is goed. Nou Jan, daar zitten we dan in het oude gedeelte, hè, van het gemeentehuis hier in Oorschot. Ja, het oude kantongerecht. Dat is dit stukje. Ja, dat is dit stukje. Ja. Hoe ben je eigenlijk in Oorschot terechtgekomen? Want je woont hier niet en je was eerst wethouder in Valkenswaard. Ja, de politieke partij De Gewone Man uit Oorschot. Die heeft mij gevraagd of ik in Oorschot wethouder wou worden. Ja. En er was voor hen een mogelijkheid om deel te nemen aan een coalitie en ze hadden zelf geen kandidaat wethouder. Okay. En omdat in Valkenswaard een nieuwe politieke situatie ontstaan was, kon ik van Valkenswaard naar Oorschot. Want hoe lang ben je nou wethouder hier? Ik ben nu een anderhalf jaar wethouder hier. Oh, dat is nog vrij kort eigenlijk. Ja, vanaf april 2010 is nog vrij kort. En welke portefeuille heb je? Ik doe nu verkeer, dat deed ik in Valkenswaard ook. Ja. En ik heb hier openbare werken. Dan heb ik milieu en vergunningen. Zo. En dan ben ik nog wethouder van cultuur. Dat is een brede portefeuille. Ja. Jan, hoe ziet er nou zo'n dag als wethouder in Oorschot voor jou eruit? Ja, dat is elke dag wisselend, maar meestal zijn er vaste afspraken. Mm-hmm. Dinsdag is bijvoorbeeld vast, dan vergaat het college van BNW. Ja. Dan worden alle collegevoorstellen besproken en besloten. En we hebben ook een vast persmoment op dinsdag, hebben we gesprek met de pers. En voor de verder rest zijn het afspraken met burgers over vergunningen of over culturele zaken, over bezuinigingen. En hoe lang duurt zo'n werkdag dan hier? Dat is elke dag wisselend. Dinsdag is vaak een heel lange dag, omdat er dan vaak s'avonds ook nog raadsvergaderingen zijn of opinierende raadsvergaderingen. En ja, dan is het meestal 11 uur, 11:30 s'avonds voordat je klaar bent. Ja. En een gewone dag, zeg maar een... En een gewone dag, dat is meestal rond 4 uur, 5 uur, dat je s'avonds klaar bent. Dat je weer naar huis gaat. Ja. En dan ga je naar Bergijk. Ja, dan ga ik naar mijn woonplaats, naar Bergijk. Je woont in Bergijk. En wat doe je dan in de tijd die rest? Ja, in Bergijk heb ik nog een boerderij. Oké. Ja, dat heeft ook zijn aandacht nodig. Daar heb ik gelukkig heel goede mensen die heel veel werk voor me doen. Mm-hmm. En, dat zou niet anders kunnen, hè? Anders kan dat natuurlijk ook niet. En dat doe ik dan nog de coördinatie en administratie en wat daarbij bij komt kijken. Jan, wij wisten natuurlijk al wel dat jij een agrarisch bedrijf hebt en daarom zijn we ook bij jou, omdat we die combinatie zo bijzonder vinden van wethouder en agrariër eigenlijk. Ja. Is het een idee dat we eens gaan kijken in Bergijk hoe dat jouw bedrijf eruit ziet? Prima, ja. Zullen we dat gaan doen? Graag. Oké. Ja.
Nou Jan, het is een prachtig huis, maar ik zou het geen boerderij willen noemen. Ja, het huis is, zijn eigenlijk drie dingen tegelijk. Het is een verblijf voor stagiaires, het is een woonhuis. En we hebben daar ook het hele kantoor in ondergebracht. Ah, vandaar. Ja. Maar eigenlijk is het daar allemaal te doen. Daar is het te doen, op de boerderij. Nou, dat wil ik dan graag eens zien. Dan gaan we nu kijken. Oké. Okay. Zo, er zijn de pasgeborenen. Ja, deze zijn maandag geboren, deze twee. En die twee zijn gisteren geboren. Oh, waar zijn die dan al meteen groot? Ja, dat is een hele grote. Hè? Dus, ja. Ja, dat is elke keer een verrassing of er een grote of een kleine uitkomt. Ja. Daar kun je met stierkeuze wel een beetje op sturen. En die moet jij nou allemaal nog met zo'n papfles voeren de eerste dagen? Ja, ze krijgen een papfles, maar we proberen ze zo snel mogelijk aan een speenemmer te krijgen. Want als je ze met een papfles moet geven, dan duurt dat heel lang. En je zei straks, toen we in Oorschot waren, ik heb de landbouwschool gedaan. Ja, dat klopt. Maar hoe kom je dan in de politiek terecht? Nou, politiek heb ik altijd mijn interesse gehad. En ik ben in 82 ben ik in Begijk in de gemeenteraad gekomen. Toen was ik 20 of 21. Gewoon als raadslid? En ben ik gewoon als raadslid in de gemeenteraad gekomen. En ja, van daaruit ben ik uiteindelijk naar Provinciale Staten gegaan. En uiteindelijk ook wethouder geworden in Begijk. Ja. In Valkenswaard en daarna in Oorschot. Ja. En bij welke partij was je nou in eerste instantie toen je raadslid werd? Toen was ik bij de VVD. Ja, 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 ja. Want dat past ook wel als ondernemer bij je natuurlijk, die VVD. Ja, kijk, de VVD is een volkspartij, maar wordt toch vaak geassocieerd als een ondernemerspartij. Ja. Ja. Ja, hier staan we nu bij de hoogdragende koeien. Ja. Dat zijn allemaal koeien die binnen nu en een week een kalfje krijgen. Zo, de zwangere dames. Ja, deze zijn, die zitten in de laatste periode van de zwangerschap. Dan krijgen ze ook speciaal voer. Ja. Extra voeding voor het kalf. En ook dat ze worden al op voorbereid dat ze genoeg melk kunnen geven voor het kalfje. Ja, ja. Dit is diepgevroren friet. Die wordt hier ingekuild. Die is al voorgebakken. Er zit lekker veel vet in. Na een week of zes dan maken we de kuil weer open. Dan is de friet helemaal melig geworden, zacht geworden. Ja. En die wordt gewoon naar de varkens gevoerd. Want de varkens hebben heel graag friet. En de varkens in Nederland die eten heel veel restmiddelen van de voedingsmiddelenindustrie. Ja. En dat wordt via de varkens weer omgezet in hoogwaardig vlees. Kijk, dan kunnen ze een beetje eten. Ja, dit zijn de varkentjes. Die worden met automatisch gevoerd. Gaat ook met de voerinstallatie. Oké. Okay. En die varkens die krijgen elke dag een beetje meer voer, omdat ze elke dag groter worden. Ja. En als ze ongeveer 3,5 maand op het bedrijf zijn, dan gaan ze uiteindelijk naar de slager. Maar je zei net al, ja, dit gaat natuurlijk 24 uur per dag door, 365 dagen per jaar. Heb je nog wel eens vakantie? Wij gaan elk jaar 1 week op vakantie. 1 week? Ja, en onze vrije tijd, dat is omgaan met dieren, dat is onze vrije tijd. Zo hebben we dat ingevuld. Verder geen hobby's, maar heb je ook absoluut geen tijd voor? Nee, ik heb geen tijd voor hobby's, maar misschien kan dat later nog. Ja. Maar ja, vee is mijn hobby, dus. Dus je bent helemaal gelukkig hier? Ik ben hier heel gelukkig, ja. Ja. Nou Jan, ik denk dat je heel trots mag zijn. Ik vind het een prachtig bedrijf. Ja, we hebben ook een heel mensenleven aan gewerkt bijna, zeg maar. Maar ja. Het is ook heel leuk om te doen. Nou, hartstikke leuk. Ja, nou. Ik vond het heel leuk dat ik je even mocht storen in je dagelijks leven in Oorschot. Maar ook even hier op de boerderij mocht kijken. Graag gedaan. En ik wens je alle succes. En dat je dit nog heel lang vol mag houden. Dank mooie combinatie. Dank je wel. Dit was Ogenblik voor deze week. Kijk volgende week weer naar een gloednieuwe aflevering. Natuurlijk hier op Brabant 10.